toch wel eens een beetje spanning wil hebben. Maar vandaag was hij absoluut helemaal bij zijn Amazone. Ja, en nu ziet u alweer de volgende Amazone rond de baan. De 8e starter. En dat is de winnende combinatie van gisteren in de U25 Grand Prix 16 tot 25. Zij deden dat met 72.395. Anne Meulendijks, zij rijdt hier MDH Avanti. United Mile Farrington. Gaat u kijken naar de winnaars van gisteren dus. Anne Meulendijks en Avanti.
Ja, een stoere kuur door Anne Meulendijks en deze MDH Avanti. En hij wordt hier ook uitgebreid beloond. Klop op zijn hals van zijn Amazone en dat ook absoluut zeer terecht. Ze waren er natuurlijk even uit, of eigenlijk vooral Anne was er even uit door een hersenschudding. Maar ze zijn weer helemaal terug. Spectaculair moet ik zeggen. Ik vond dat ze spectaculair begon. En toen was ik benieuwd of dat zo door zou kunnen gaan. Maar ze heeft de hele proef heeft ze door blijven rijden tot, totdat ze hier weer haar laatste halt houden deed. Mooie Piaf passagetour. De Piaf kan misschien nog een beetje gezetter worden, maar die is al enorm vooruit gegaan. En in de stap bijvoorbeeld heeft ze ook geen punten verloren. De uitgestrekte draf, spectaculair. En dan de galoptour. Enorm veel lef. En als je er iets van wil zeggen, dan zou ik zeggen, als je dan ook nog zo spectaculair voorwaarts kunt rijden, dan zou misschien de appiëmenten, de zigzag, misschien wat meer gedragen kunnen zijn. Maar als je dan ziet hoe prachtig die oefening, die combinatie van uitgestrekte galop, direct een dubbele pirouette, daaruit weer tweeërs en datzelfde met de eners, dan zie ik ze hier ook nog, ze rijdt als een duvel, zeg maar, die laatste twee eners er ook nog uitpersen.